Loretta Schrijver en Pamille Lalau zaten gisteravond bij INEK om te praten over 10 jaar koffietijd. Niet wonderbaarlijk zou je zeggen, maar Angela de Jong vond dit schaamteloze RTL-promotie eenhaal daarom ook uit naar Eva INEK. Penille kreeg, zoals gebruikelijk in een talkshow, ruim de tijd om te praten over wie de koffietijdkijker nou precies is. We hebben hele open mensen. Dat is ook de houding van het programma. Wij zijn niet voor of tegen iets. Je mag bij ons erbij zijn, liet ze weten. Dit was blijkbaar tegen het zieren been van Angela de Jong. Voor de goede orde: we hebben het dus over een show waarin een kok iets kookt, een visagist make-up tips geeft, een er zijn nieuwe waar aanprijst en de resterende zendheid gevuld is met promo voor de postcode loterij. En ja, Angela begrijpt wel waarom Eva en ik nu niet even ingreep met een kritische vraag. Een show van RTL, dat zeg ik ook maar even bij, mocht u zich afvragen waarom de befaamde scherpe tong van Eva even stil bleef, zo schrijft ze in haar column. Punt overigens hoeven we ons pas zorgen te maken als Angela de jong niet kritisch is. Eerder haalde ze al het naar de kogelsnuit van de boer uit boeren Vrouw en het programma van Gordon. Een clash met Eva is daarentegen ook niets nieuws.